Hi, mijn naam is Holly Mae Brood en ik ben actrice. Ik speel in Nieuwe Tijden, speelde eigenlijk. Momenteel aan het draaien voor de speelfilm Vals. En ik doe dit jaar mee aan Dance & Zens, dat is superleuk. En ik ga vandaag mijn beauty ritueel met jullie doornemen. Nou, ik doe dat 's avonds en 's ochtends. Ik was mijn gezicht hiermee. Super handig, kan ik ook gewoon mijn make-up er gelijk mee afwassen. En daarna doe ik dit op. Daar zit een calendula bloem in. Schijnt gek te zijn. Ik wil jullie ook even kennis laten maken trouwens met wat hier op mijn voorhoofd zit. Ik heb een paar dagen geleden een bindweefselmassage gehad op mijn hoofd. Dat is heel intens, doet heel veel pijn. En daarna komt ook al het troep wat in je hoofd zit, komt er ongeveer uit. Dat dus. Ik heb normaal namelijk nooit pukkels, maar speciaal voor vandaag is ze wel gearriveerd. Ja, dit is heel suf, maar dat moet echt, anders gaat het uitsmeren. Dan doe ik een olie op mijn gezicht. Ik heb altijd donkere, nou dat zal je nu ongetwijfeld al zien, altijd enorm donkere kringen onder mijn ogen. Dus daar doe ik dit voor op. Nou, dat doe ik zo onder mijn oog en ook een beetje zo erop. Dan komt mijn dagcreme. Factor 30 zit erin. Dus nou, dat was stap 1. Dan heb ik voor mijn gezicht face and body. En oh ja, ik gebruik geen kwasten. Ik krijg trouwens wel de complimenten als ik heb gemake-upt. Ik kan dus eigenlijk best wel goed make-uppen, ben ik achtergekomen. Concealer. Die doe ik dus wel even op een pukkel. Oké, dat smeren we er zo. Bloop, bloop. En hier bloop, bloop. Een beetje op. Hier zit ook ineens allemaal gedoe. Oh jeetje, ik heb ook wel een beetje kringen. Oké, ik lieg dat ik geen concealer gebruik. Want dat komt dus wel soms op dagen dat je denkt, oi. Is dat nodig? Wenkbrauwen. Ja, wenkbrauwen, dat is bij mij altijd wel een beetje een dingetje. Ik ben ze aan het laten groeien. Maar ze willen eigenlijk niet heel erg. Nou, dat doe ik gewoon eigenlijk gewoon een beetje aanvullen. Mijn wenkbrauwen waren een jaar geleden echt een grap. Want toen heeft een visagist dus de helft van mijn wenkbrauwen eruit getrokken. Oh, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben er niet zo goed in. Helemaal zo. Oeps. Ja, zie je? Oh, nou. Ik kan volgens mij uren over wenkbrauwen praten, want die van mij zijn echt te hoor. Doe ik ook nog even wel een beetje poedertje erop. Dit is gewoon van Kiko, kost helemaal niet veel, maar Kiko is dus echt een topmerk. En dan doe je even zo, maar gewoon een klein beetje, dat je nog wel een beetje glans hebt. Heb ik ook nog een beetje bronzer. En dan doe ik gewoon een beetje hier en een beetje hier. Oh ja, en dus je moet niet, want dat is heel lelijk wat mensen dan doen, het helemaal op het begin zitten in één keer heel hard knijpen, want dan heb je gewoon een hoek. Dat is heel vreemd, dus je moet gewoon een beetje zo naar de buitenkant. Een beetje zo. Het komt ook heel vaak op mijn neus. Maar we gaan er wel mee door. Helemaal super. Oké, nou, dan doen we gewoon een beetje zo. Dat zijn mijn wimpers. Een beetje zo. En dan doe ik een beetje zo op mijn vinger. Om toch een beetje een gevoel te creëren dat je iets van diepte in een oog hebt. Gewoon een beetje bronzer op je ooglid. En doe ik gewoon een beetje op mijn ooglid. Dat. Dit heeft een kleurtje. Vind ik heel fijn. Vind ik altijd heel veel. En hier zit dus ook een beetje zonnebrand in. Dit is mijn Favo. Dit ligt overal in mijn huis. Ik denk dat ik er ongeveer 10 thuis heb liggen op elke locatie waar je kan zijn. Doe je gewoon een beetje zo op je wangen en een beetje zo op je neus. Eigenlijk gewoon wat je met highlighter doet, alleen dan met vaseline. Helemaal top, want je hebt gewoon een natuurlijke, eigenlijk de allermooiste glans die er is. Ik heb van mezelf eigenlijk wel een beetje krullen, maar ik haal er dus altijd wel een beetje een stelt aan doorheen. Wat ik ook net eigenlijk stiekem wel al een beetje heb gedaan. Ja, nou ja, dit een beetje is het eigenlijk. Nou, dit was het. Ik ga me lekker aankleden en de deur uit. Want ik heb zo meteen met hele lieve vrienden afgesproken. Doeg!